Van de Beek. Vrije trap voor de thuisploeg. Snel genomen. Cornelis. De inzet van Ula Domar. Poppelzaai. Poppelzaai. Goeie bal van Poppelzaai. Komt daar de 1-0 aan. Ja! Goeie goal. Niek Verstegen. Wat een begin voor de Taarsploeg. Achtste minuut wedstrijd. Verstegen het goudhaantje. Poppelzaai met een heerlijke steekbal. En Verstegen oog in oog met Cornelis. En het is 1-0. Wat een begin voor de Taarsploeg. Uit de loop. Hendricks. Eltink. Zo. Een raar moment. Oeh, de bot bijna. Daar glijdt zomaar iemand weg in de verdediging bij Achilles. De Cler. De Cler met de voorzet richting Wouters. Wouters! Goeie aanval van de thuisploeg. Oeh, goede reflex van die doelman zeg. Op de inzet van Jansen. Fantastische redding van Rooyendijk. De afvallende bal. Ineens genomen door Eltink en Rooyendijk. Met zijn belangrijkste redding tot dusver in zijn carrière. Uiterlo. Bacek, die wordt vastgehouden. Zo, goed de voordeelregel toegepast. Uiterlo. Oh, 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 oh. Wat een kans zeg. Dit had gewoon de 1-1 moeten zijn. Uiterlo. Van de Beek. Wouters kiest positie. Van de Beek. Van de Beek. Is dit het moment van Van de Beek? Van de Beek! Ja, het is het moment van Van de Beek! Ja, hier loert Achilles 29 natuurlijk op. Het is de aanvoerder. Boy van de Beek. Ja, de treffers mag de bal hebben. Krijgt wat mogelijkheden. Krijgt 100% kansen. Scoort niet. En Achilles 29 denk ik twee kansen, twee doelpunten. Van Riel is de man die zich de vrije trap... Ja, is hier de gelijkmaker. Wou ik zeggen, het is de 2-1. Ja, je voelt het aankomen. Het is Balkenstein. Goeie vrije trap van Riel. En Balkenstein, de centrale verdediger, kopt hem binnen. En ik denk dat Achilles door moet met 10 man. Rood voor deze Edge. De Nieuw-Zeelander. Nou, wat gebeurt er precies? Edge. Ja, die trapt gewoon na. En dus goed gezien door Bronsvoort. Veel strijd, weinig goed voetbal. 2-1 en een rode kaart. En Verstegen. Verstegen, geef hem geen kans. Verstegen, Verstegen! Ja, daar loert hij op. Goede reactie van Cornelis. De Bond richting Balkenstein. En weer niet, uit de loop. En het is afgelopen. En zo wint Achilles 29 deze derby van de treffers met 2-1. De bevrijding is groot, want na 4,5 jaar wint Achilles 29 de Groesbeekse derby van de treffers